Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op zich ziet het er niet erg bewolkt uit boven Nederland, maar er zijn vrij veel lage wolken en die ziet de satelliet heel erg slecht. Nou ja, die wolken die zorgen af en toe ook voor wat gespetter, met name in het noorden en oosten van het land. Rond het middaguur komt er toch wat meer ruimte voor een beetje zonneschijn. En de temperaturen zijn nog vrij hoog voor de tijd van het jaar. Het wordt 21 tot 24 graden. Begin van de middag wat meer ruimte voor de zon. Later weer wat meer wolken en een toenemende kans op een, een beetje motregen. De wind waait uit het zuidwesten en kan bij zee, vooral in de middag, eventjes vrij krachtig zijn. Vanavond wat gespetter en 18 graden op de thermometers. Morgen is dat ongeveer de maximum temperatuur. We beginnen de dag met meer buien, vooral over het noorden van het land. Later wordt het vaker droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Een stevige westelijke wind waait erbij. En het blijft wat wisselvallig, want donderdag kan er ook een enkele bui vallen, maar de weerneerste hoeveelheden zijn niet groot. Vrijdag is dan anders, dan regent het flink door en is het een grijze dag. Zaterdag dan weer een enkele bui, maar ook weer wat zon, temperaturen dan rond 17 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.